De nieuwe coalitie van de gemeente Wijchen is eruit. Het coalitieakkoord met de titel Iedereen doet mee is af en ondertekend. De coalitiepartijen Kernachtig Wijchen, VVD en de Partij van de Arbeid zijn vooral trots op wat ze de afgelopen weken bereikt hebben. Ik ben trots op dat wij daadwerkelijk iedereen laten meedoen. Als het gaat over werkgelegenheid, als het gaat over statushouders, senioren, maar ook de paragraaf over VN-verdrag voor mensen met een handicap. We zeggen dat we komend jaar aan de slag gaan om een agenda op te stellen hoe we een inclusieve samenleving gaan verwezenlijken in Wijchen. De statushouders zullen er iets van merken vanuit hun optiek. De senioren die zullen gaan zien dat er in het verenigingsleven een plekje voor hun is. Dat er meer georganiseerd wordt voor hun en dat ze zelf meer mee kunnen gaan organiseren. Als je werk zoekt, het participatiebeleid gaan we verder vormgeven. De kindregeling en het minimabeleid, daar gaan we mee aan de slag om die wellicht na een evaluatie nog wat te verruimen. Ik ben trots op dat wij hebben weten te realiseren dat er extra handhavers in Wijchen rond komen lopen. Dus dat Wijchen is een relatief veilige gemeente, maar dat er meer aandacht uitgaat naar bijvoorbeeld verrommeling in onze gemeente. Dat mensen die illegaal afval gedumpt hebben, waar heel veel van onze inwoners zich aan ergeren, dat dat opgeruimd wordt en dat dat voorkomen wordt. Ik ben trots op de titel. Van een stuk, die heet Iedereen doet mee. Dat betekent dat we samen met de inwoners van Wijchen koers gaan houden. Ze zullen eerder gevraagd worden om bij bepaalde beleidsstukken hun woordje te doen en hun input te geven. En daar gaan we gebruik van maken voor de kennis en kunde die in de gemeenschap leeft.